We gaan weer knutselen. Doe je mee? Maar laten we eerst eens kijken welke avonturen Plop je vandaag weer te wachten staan. Kiepje begrijpt er niets van. Eerst maak ik een kokon. Daar woon ik een tijdje lekker knus. Niet veel later word ik vlinder. Ik krijg dan zomaar vleugels dus. Jullie moeten me helpen om het raadseltje op te lossen. Oh, luier de lui. Ik word daar zo moe van raadseltjes oplossen, zegt Lui. Maar dat is toch niet erg, zegt Kwebbel. Ik weet het al. Het is een rups. Knutsel je mee een mooie rups? Neem een schaar en knip uit de twee eierdoosjes 5 aparte eierdopjes. Knip ook de randjes van de dopjes, zodat je ze kan omdraaien. We geven de dopjes verschillende leuke kleurtjes voor het lijfje van de rups. Schilder met verf en penseel de dopjes aan de buitenkant in de kleurtjes die jij zelf mooi vindt. Als de verf op de dopjes goed droog is, kleven we ze aan elkaar met flink wat knutsellijm in een mooie kronkelbeweging. Zo, het lijfje van de rups is al helemaal klaar. Als de lijm helemaal droog is, prik je bovenop het eerste dopje 2 gaatjes met een schaar. Neem een chenille draad en knip er een stukje af met een schaar. Steek het draadje door de gaatjes om de rups voelsprieten te geven. We kleven ook nog 2 oogjes op het hoofdje van de rups met knutsellijm. Of je kan er ook oogjes op tekenen met een zwarte stift. Ziezo, deze mooie kleurrijke rups is helemaal klaar. Dag rups, zegt Kwebbel vrolijk. Heb jij misschien Kiep haar eitje niet gezien? Een eitje? Nee, dan had ik het wel opgegeten. Ik heb namelijk zo'n grote honger. Ik kan helemaal niets meer. Zo'n grote honger heb ik. Oh, we zijn verloren, huilt Kiepje. Ik zie mijn eitje nooit meer terug. Stil maar, Kiepje, zegt Plop. Ik denk dat ik al een oplossing weet. Kom, dan maken we een appel. Neem een eierdoos en knip er voorzichtig 2 dopjes en 1 kegeltje uit. Knip ook de onderkant van 1 dopje een beetje korter dan het andere. Neem nu witte verf en schilder ook nog het kegeltje helemaal wit. Schilder de 2 dopjes aan de binnenkant en de buitenkant mooi rood met een penseel en rode verf. Als de verf goed droog is, teken je met een zwarte stift 4 lijntjes op het kegeltje in de vorm van een klokhuis. Nu gaan we het appeltje in elkaar zetten. Kleef het kegeltje met wat knutsellijm in het grootste rode eierdopje. Daarna kleef je het kleinste dopje bovenop het kegeltje. Een appel heeft ook een steeltje. Neem een gedroogd blad van een boom en knip het steeltje eraf met een schaar. Kleef het steeltje met wat knutsellijm bovenop de appel. Ten slotte geven we de appel ook nog een blaadje. Neem een groen papier en knip er een klein blaadje uit. Kleef ook het blaadje vast aan het stengeltje met knutsellijm. Dan is je appeltje helemaal klaar. Njam, 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 smult de rups. Oh, dat was nog eens een lekkere appel. Oh, nu kan ik weer denken. Wat zochten jullie ook alweer? Het eitje van de kip, zegt Plop. Oh, ja, juist, zegt de rups. Zelf heb ik het eitje niet gezien. Oh, maar weet je wie het wel stiekem meegenomen kan hebben? Ik kruip heel graag heel traag voorbij. Toch ben ik op tijd, want ik heb altijd mijn huisje bij. Weet jij hoe een kip zichzelf kan schoonmaken? Kijk snel op de verpakking van de Ovita Plop eitjes voor het juiste antwoord. Wat hebben we weer mooi geknutseld? Alles wat je nodig hebt, kan je terugvinden op studio100go.com. Weet jij al welk diertje Plop de volgende keer gaat bezoeken? Tot de volgende keer!